En dan. Het is weer eens een hele fucking lange tijd geleden. Ik gok, hoe lang? December was het. Ja, iets van december. Dat was het laatste ritje. En toen was DRS dood. Ik hoop dat jullie allemaal dat videootje wel hebben gezien. Want ja, dat is best wel fucked up. En ook een beetje grappig. Dus ik zou zeggen, ga kijken. Sinds die laatste video is er best wel wat gebeurd. Ik heb dat gat in mijn zuiger gekregen en toen ben ik mijn zuiger gaan vervangen. Toen ben ik even in mijn krukasvol te gaan kijken en het enige wat ik zag is viezigheid, een zuigeroverblijfselen en nog meer zuigeroverblijfselen. Dus ik had besloten om dat hele blokje uit mijn frame te halen. Dat heb ik ook gedaan. En helemaal schoon te maken. Gedaan, er weer ingedaan in mijn frame dan. Een beetje zitten afstellen. Zit nu een sproeier 160 in, als het goed is. En een hele andere naald. Een naald van een kartblok. Een K21, als het goed is. Want het is een naald die onderin echt fucking rijk is. Eigenlijk op het punt dat het bijna... niet meer rijbaar is. En middenin best wel arm is. Maar dan bovenin perfect goed staat voor dit motorblokje. Dus... ja, daarom dacht ik zo van, dat zou eigenlijk best wel goed uitkomen. Dus onderin mist hij nu wel wat koppel. Maar midden en bovenin trekt hij hem echt gewoon brutaal hard door. Dus ik ben er wel blij mee. Er komt nog misschien wel een andere naald op. En een K25 of een K30. Eentje van die twee. Want, dat zijn soort van de naalden voor deze fiets. Dus die moeten er eigenlijk ook wel op. Eentje van die twee. En dan even afstellen. Wat er verder ook nog is gedaan is, ik heb eindelijk knipperlichten en ze werken. Ze zitten wel vast met zipties, maar fuck dat. Hey, yo, bro, we zijn ghetto as fuck, dus dat maakt niet uit. Ik heb mijn frame een beetje zitten polijsten. Niet echt heel veel meer van te zien, want het is best wel vies. Maar ja, je kan wel gewoon een vorm van reflectie zien, dus dat is mooi. Ik heb ook hier en daar een paar kleine kabelboom bedrading shit gefixt. Even naar het dashboard, want daar gebeurt er best wel wat leuks. Ik heb een, ten eerste... Mijn neutraal lampje werkt, dus dat is mooi. Ten tweede, ik heb een COSO temperatuurmeter die echt fucking perfect valt tussen mijn oude temperatuurmeter. De reden daarvoor is dat mijn oude temperatuurmeter een slow response was. Dus dan kwam je er meestal pas achter dat hij stuk was, wanneer die al stuk was. Dus dat is niet echt fijn. Dit is een fast response, dus dan weet je ook direct als er iets mis is, yo, ik moet aan de kant shit gaan fixen. En dan bespaar je zo ook best wel wat kosten. Verder heb ik ook even mijn voorremklauw zitten regisseren. Wat echt fucking nodig was, want er zat gewoon een beetje sludgevormig spul achter. Ik heb mijn koppeling ook gefixt. Nou ja, goed genoeg gefixt dat ik nu op een redelijk goede manier kan optrekken. Ik heb ook een redelijk instelbaar hendeltje. Hij kan inklappen en je kan hem snel aanpassen hier en daar. Dus fucking fancy. Wat ook voor de rest zitten fixen. Heel wat klein spul. Vooral van dat kleine spul wat je veel ook vergeet. Ik heb ook gewoon een toerenteller nu. Hopelijk maak ik mijn startmotor niet zo vies geluid, want dat doet hij best wel vaak. Maar ja, je hoort het al, hij is onderin best wel flubberig en niet echt responsive. Maar dat maakt niet uit. Want eenmaal bovenin is het een ander beest. En daar gaat het vooral om bij zo'n tweetakt. Dus fucking blij ermee. Ja, voor de rest is het gewoon heel veel kleine onderdelen zijn gaan polijsten bij een vriend van me. Heel veel kleine shit zijn gaan fixen. En dat was het eigenlijk. Ja, niet heel veel is er meer gebeurd. Best wel chill. Dat hij goed werkt. Nou ja, goed genoeg werkt. En aankomende paar weken komt een andere vertanding op. Ik heb nu een tandwiel 39 achter en 17 voor. Maar aangezien ik ook een enduro vertanding / SP vertanding heb in mijn versnellingsbak zelf, is het heel erg snel optrekken en dat merk je ook. Ik trek hem echt veel te snel door en ik kom te snel bij de rev limit. Wat niet echt mooi is en fijn. Dus er komt een kleiner achtertandwiel op, waardoor ik hopelijk dus een hogere topsnelheid heb en misschien er ook een keertje mee naar Rotterdam zou kunnen gaan. Verder, ben ik vergeten, ik heb er een thermostaat in gedaan, want nu is het nog best wel koud. En zoals je ziet, hij is nu op 54 graden en als het goed is moet hij stoppen rond de 58, 57. Want dan staat de thermostaat helemaal open. En zou hij dus maximaal moeten koelen. Dus best wel mooi spul. Ja, dat was eigenlijk de update video.
En voor de rest dacht ik eigenlijk misschien dat ik een kleine review moet geven over deze motor. Aangezien ik hem nu al... Hoe lang heb ik hem nu al? 1,5 jaar. Dus ja, dat gaat het nog ook voor vandaag zijn. Het wordt 2 video's in 1. Eerst wil ik heel even wat history vertellen over de RS. De RS is een motor die van een andere motor afstamt, een Aprilia AF1. En een AF1 was een beetje een sportmotor die nog niet helemaal een sportmotor was. Best wel mooi, ook een vierkante koplamp. Maar de stepjes, de achterkant, het frame was allemaal net wat anders. Dus de goniometrie ook in het frame was net iets minder sportief vergeleken met deze. Dus Aprilia dacht, we moeten echt even wat leuks maken. Dus we maakten een Aprilia RS Extrema. De allereerste RS, dat is deze. Die hebben een Rotax 1, 2, 3 blok. En die blokken zijn standaard al van de fabriek best wel goed getuned. En er zijn heel veel versies en soorten van. In vergelijking tot de nieuwere Rotax 1, 2, 2 blokken. Die bijna allemaal hetzelfde zijn. Op een paar kleine dingen na, zoals een kickstarter ofzo. En Aprilia maakte die Aprilia RS Extrema SP variant. En de SP variant staat dan voor Sport Performance. Een Sport Performance deel, dat blijkt dan uit bijvoorbeeld de instelbare voorvering, achtervering en Marchesini velgen. Verder was er ook iets van een Gianelli of Aero full system uitlaat. Met een SP cilinder en andere cilinderkop. Ook waar er, ik dacht, ook een ander membraampje in. Oh, yo. Maar ja, dus die SP was goed getuned van de fabriek af aan. En dat was de eerste keer dat Aprilia eigenlijk dat 125cc segment een beetje serieus begon te nemen. En dat was eigenlijk ook een beetje de laatste keer. Want de Extreme was de enige Aprilia RS die eigenlijk getuned was voor circuitgebruik in plaats van straatgebruik. Zelfs deze die geen SP is. En dat kan je dan weten door bijvoorbeeld de andere compressieverhouding die dit blok heeft. 13,5 tot 1, wat echt fucking hoog is. Daarom detoneert hij ook zo snel. En rijdt hij ook een beetje vaag. Maar ja, het rijdt wel heel snel. Verder is er een boostpoort afgedicht. Dat zorgt dan voor meer koppel onderin. Maar dan ook weer voor minder vermogen. En voor die reden hebben ze waarschijnlijk dus de andere kop erop gedaan. En die andere kop is er dan voor meer vermogen. Verder heeft een RS Extrema altijd een 34mm carburateur. In plaats van een 28mm. En dat merk je wel. Dat soort van de eerste mod die mensen ook altijd uitvoeren. Waarom stoppen mensen zo snel? Like, je had alle tijd van de wereld. Kijk hoe dom. Oh mijn god, ik ga dood. Nee, ik ga niet dood. Oh, die remmen zijn zo goed sinds dat ik ze heb gereageerd. Echt geweldig. Maar verder heeft de Extreme ook een ander vliegwiel vergeleken met de nieuwe type modellen. Deze is 250 gram lichter. Dat zorgt dan ook voor een snelle gasreactie. En de coils, de ontsteking zelf, is van een KTM, een 250. En dat was allemaal gewoon standaard. Dus daaraan kan je dus zien dat het gewoon een veel snellere motorfiets is. Ook heeft hij een hele andere cilinder met andere port timing en zo. En eigenlijk een heel speels ding wat meer voor de circuit was gemaakt in plaats van voor de weg. Daarom heb ik deze gekocht. Ik heb hem dan een beetje gekocht als een projectje voor mezelf naast mijn opleiding. Ik studeer dan automotive engineering. En dat houdt in dat ik soort van mechanical engineering, dus werktuigbouwkunde, studeer. Maar dan meer met luchtvaart ertussenin gegooid en elektrotechniek. Het is soort van alle engineering die er is, samengegooid in één koek. Want dat is gewoon een auto eigenlijk. Alles wat er is in dynamica, fysica. Dus hele zware opleiding, wel heel leuk. Je moet wel serieus gedreven zijn om die opleiding te doen. En ik dacht misschien als ik er een projectje bij koop, dat het dan een stuk leuker wordt. En dat is het ook geworden, gelukkig.
Want alle dingen die ik daar leer, probeer ik dan uit te oefenen hierop. En zo gaat het een beetje door, de opleiding. Anders zou ik waarschijnlijk veel sneller zijn gestopt, want die opleiding is echt mokerzwaar, niet normaal. Spiegeltje weer rechtzetten, ja, is prachtig. Ja, en dat is weer een beetje het verhaal van deze rest, waarom ik hem heb gekocht. Gewoon een beetje als, voor de lol projectje. Verder heb ik ook zo'n andere fiets, een Yosin GT125, die momenteel een beetje carburateurproblemen heeft en uitlaatproblemen. Ik heb een klein gat in mijn uitlaat en verder is er ook nog een van mijn twee carburateurs gaat niet open. Of nou ja, niet helemaal open. Dat is een beetje kut. Dus dan zit je bij 8000 toeren en dan wil hij niet verder gaan. Dan moet jij nog spelen met je gat in choke totdat hij opeens wel verder gaat. Hij wil ook geen overtoeren meer draaien, dus het is echt 10.500 toeren en dan stopt hij ermee in plaats van 13.000 toeren. Dus tot snel is ook serieus achteruit gaan, maar ja. Het is een Koreaans fiets van een bedrijf dat niet echt heel veel ervaring heeft met 125cc'ers. Hoi! Even hard remmen. Prachtig zweertje. Yo, ga je remmen? Oké, dankjewel, broeder. Dus dat is eigenlijk de RS RS125 Extrema en niet een nieuwer model. Verder zijn alle andere plannen voor deze motor in de beschrijving. Ik ga vooral werken met carbon delen en andere uitlaten. Ik ben van plan om heel veel dingen zelf te doen en dat natuurlijk ook op te nemen. Want er is niet echt heel veel info van deze fiets beschikbaar. Ik hoop niet dat er een undercover achter me is, want ik rij echt als een debiel. Kijk, zag die kleine gozer kijken. Hij was echt gewoon impressed. Ik heb nog een heel klein minuscuul dipje, net voor de powerband. Maar ja, ik denk dat dat ligt aan de power valve. Dat die niet instelbaar is en dat ik hem wel instelbaar nodig zou hebben. Waarom gebeurt dit altijd? Waarom ben ik altijd vast achter een bus? Nou, het is de 34 en nooit de 36. Oh ja, de 36 rijdt hij niet meer. Maar however, het is de 34. Stop hier alsjeblieft, doe me een lol. Doe me alsjeblieft de lol. Nou, dan moet ik maar hier langs. Bro, ik ga er ook langs. Nou, mooi. Jammer dat het zo waterig is en nat en zo. Anders zou ik er veel sneller langs zijn gegaan. Oh god, het is glad. En ik heb super koorts voor, dus dat werkt niet. Nee. Rustig aan, mijn broeder. Dat was het weer. Doei.